Maatschappij 1, hoofdstuk 5, reclame. Paragraaf 1, reclame, versier jongeren. Meteo, versier je. We zien heel veel reclame per dag. Zo'n 3600 reclameboodschappen per dag. Die slaan we niet allemaal bewust op, maar we zien ze wel. Reclame is dus overal. Maar wat is reclame nu eigenlijk? Reclame is informatie geven met het doel om het koopgedrag van mensen te beïnvloeden. Maar volgens veel reclames krijg je ook vaak meer dan alleen maar het product. Bij deodorant bijvoorbeeld krijg je niet alleen een frisse lucht onder je oksels, maar ook een bepaalde aantrekkingskracht bijvoorbeeld op het andere geslacht. Reclame zie je op verschillende soorten manieren. Zo kennen we sponsoring. TV-programma's worden gesponsord door een bedrijf. Of ze sponsoren bijvoorbeeld een voetbalclub. Het wordt dus gebruikt om de naamsbekendheid van een product te vergroten of het imago te verbeteren. Bedrijven vechten om de jeugd. Bedrijven spelen in op allerlei basisbehoeften, zoals gezondheid, liefde, veiligheid en status. En die geven het idee dat geluk te koop is. Dus volgens een bedrijf kun je door de juiste producten te kopen ook geluk kopen. Jongeren vormen een extra aantrekkelijke doelgroep, omdat ze vaak nog op zoek zijn naar hun identiteit, ze veel invloed hebben op hun ouders, ze zelf ook veel geld hebben uit te geven en je kunt ze alvast klant voor later maken. Dik in de schulden. Volgens het NIBUD, het Nederlands Instituut voor Budget, gaan de meeste jongeren prima om met het geld dat zij hebben. Er is echter ook een steeds groter wordend aantal jongeren dat niet zo goed met geld om kan gaan, door bijvoorbeeld dure mobiele abonnementen, dure kleding, geld uitgeven aan uitgaan. En daardoor zien dat hun schulden steeds verder toenemen. Dit vormt een steeds groter probleem, want jongeren die nu al schulden hebben, hoe moet dat dan later?